gaan beginnen met de takken onderin in vieren erop te steken. Dus wat je doet, als je allemaal het boompje zo hebt, dan begin je met hier een tak te steken. Die laat je een beetje schuin omhoog steken. Je zorgt ervoor dat de onderkant van de tak een beetje kaal is, dat je hem er goed in kan prikken. En dan doe je daar tegenover doe je op dezelfde manier een tak. En zorg er dan voor dat hij een beetje zo staat. Dat hij niet zo staat, want dan krijg je hem lastig tegen het steekschuim aangeduwd. Dus dat je hem een beetje zo er tegenaan gaat steken, ja? Wat vond je hiervan, van deze cursus? Leuk. Ja. Wat doen jullie hier? Bloemen prikken. Ja. Ja. Er zijn toch geen bloemen? Nee, maar meestal wel. Ja. Wat heb je nu geleerd hier in deze cursus? Hoe je blaadjes moet inprikken. Ben je al bijna klaar? Ja, ik ben klaar. Ja, kom op zeg. Dit is nog geen kerststukje. Nee, hij gaat nog zo en dan gaan we er ballen in hangen. Oh, en dan? En geen lichtjes? Weet ik niet. Maar vertel eens, hoe vind je dit, deze hele cursus, zeg maar? Ik vind het best leuk, want ja, je leert gewoon veel en dan, ja, dit kan je er uiteindelijk van maken alleen. Ja. Maar hoeveel stukjes heb je nu in totaal gemaakt? Dat is moeilijk, ik denk iets van 10 of 8. En wat doe je ermee dan? Ja, die geef ik aan familieleden. Je moeder? Ja, en mijn vader of mijn oma. Vinden ze dat prachtig allemaal wat je maakt, zeker? Ja. Hoe kwam je zo om dit te gaan doen? Nou ja, mijn vrienden best wel een deen. Die had een afspraak omdat we alle drie op bloem schikken en toen bleek het heel leuk te zijn. Dus. Niet tegengevallen. Nee. Ja.